Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vertrouwde gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat nieuwkomers. Ze zijn vaak nog een beetje onwennig, maar allemaal staan ze te trappelen om aan het werk te gaan. In de serie Nieuwe Leeuwen leidt Actua TV hem voor het eerst binnen in de koepelzaal van het Vlaams parlement. Ik ben Katrien Partika uit Tienen. Ik ben verkozen voor CD&V in Vlaams-Brabant, in het Vlaams parlement. Van 2007 tot 2010 was ik verkozen in de Kamer en ik was daar actief in de commissie bedrijfsleven rond energie en verzekeringen, maar nu dus verkozen in het Vlaams parlement. Waarom hebt u deelgenomen aan de verkiezingen op 25 mei? Ik ben een politiek beestje. Hè. Dus aan verkiezingen meedoen is wat dat wij doen om daarna ook effectief dingen te kunnen verwezenlijken, om dingen te kunnen veranderen. Waarom op de Vlaamse lijst? Dat is meer een partijaangelegenheid geweest, omdat er natuurlijk verschillende mensen uit verschillende regio's een plaatsje op die lijst moesten krijgen. En voor mij was dat dan een plaats op het Vlaams parlement. Ik ben van 2007 tot 2010 verkozen geweest in de Kamer en ik heb dat heel graag gedaan. Ik denk dat de politieke cultuur in de Kamer ook een beetje anders is dan die in het Vlaams parlement. Maar ik denk dat de ervaring, dat een beetje wel inzetbaar is in om te even welke van de assemblées. Maar het is natuurlijk wel zo dat het een beetje opnieuw beginnen is omdat het nieuwe collega's zijn, het zijn nieuwe thema's. Er is toch een andere stijl, heb ik de indruk. Dus dat is terug iets opbouwen, maar dat maakt het ook juist weer een uitdaging natuurlijk. Laten we even terugkeren naar de avond van de verkiezingen. Hoe is die verlopen voor u en wanneer hebt u te horen gekregen dat u verkozen was? Verkiezingsdag ben ik 's morgens iemand in een rusthuis gaan halen om te gaan stemmen. En dan heb ik ook nog met een volmacht gestemd. Ik heb een beetje aan het kieslokaal ben ik een paar mensen tegengekomen, even blijven staan. En in de namiddag, vanaf 1 uur, gaan we eigenlijk altijd, dat is een beetje traditie, verkiezingsborden ophalen. Dus het was een heel vermoeiende dag altijd. En dan tegen de avond spreken we dan af in een café en dan volgen we de uitslagen. Het heeft ook heel lang geduurd voor het duidelijk was dat die vierde plaats verkozen was, effectief in Vlaams-Brabant, tegen 3 uur 's nachts was of zo. Dus het is wel een lange avond geweest. En een korte nacht. Ja, ik heb er zoveel inspanningen voor gedaan. Er zijn ook heel veel mensen die mij geholpen hebben. Dus ja, dat doen we. Tuurlijk zijn we dan wakker gebleven tot het einde. We hebben daar zoveel uren eigenlijk toch een beetje in spanning moeten afwachten. Op het moment dat het dan zover was, hebben we dan toch wel een feestje gebouwd met de mensen die mij geholpen hebben met de campagne. Maar zo echt het besef dat je verkozen bent, dat komt zo pas later. Dat is eigenlijk nu, denk ik zo. Als de commissievergaderingen gaan beginnen, als de plenaire vergaderingen gaan beginnen, dan wordt het pas echt. Lag het resultaat in de lijn van uw persoonlijke verwachtingen? Eigenlijk wel. Maar het is toch de bedoeling om het altijd beter te doen. Dus ik zou volgende keer toch nog graag nog meer stemmen hebben. Tegen 10.000? Ik vind het ook als politicus, als Vlaams volksvertegenwoordiger, moet heel goed inhoudelijk zijn. Daar ben ik ook van plan. Maar tegelijkertijd moet je toch ook echt een volksvertegenwoordiger zijn. Dat wil zeggen dat de mensen nu ook wel moeten kennen en dat is eigenlijk een hele opdracht, maar ik ben toch wel van plan om dat zo goed mogelijk te doen, om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten, om ook te vertellen wat ik gedaan heb of wat de dingen zijn die voorliggen in het parlement, om te kunnen antwoorden op vragen. Wat denkt u dat u te wachten staat als Vlaams volksvertegenwoordiger? Eigenlijk wel een beetje, omdat ik in de Kamer al gezeten heb en ik denk dat het toch wel vergelijkbaar is. In de zin dat de opdracht een beetje hetzelfde is. Ik wil me bezighouden met andere thema's. Ik wil graag werken rond wonen en energie. Vooral wonen is een nieuw thema. Er zijn ook federale bevoegdheden die overkomen voor de huurwetgeving. Dus in die zin is dat veel inwerken in die thema's. En aan de andere kant is het ook wel een beetje hetzelfde als in de Kamer. Ik denk eigen initiatieven nemen, daar
coalities rondzoeken in een commissievergadering, collega's die mee voorstellen willen tekenen, samen iets realiseren, verschillende voorstellen over de partijen heen samenvoegen, de regering controleren. Dus in die zin zijn de opdrachten van het parlement zit hier eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde als een parlement zit in de Kamer. Het is een voordeel dat het hier allemaal in het Nederlands is. In de Kamer moesten we het ook nog eens in het Frans doen. Ik denk ook dat de politieke cultuur hier een beetje zachter is, om het zo te zeggen. In die zin dat iedereen toch altijd meer in dezelfde richting kijkt. Ik weet niet wat dat te maken heeft. Ik vind dat de ideologische verschillen in de Kamer zijn ook dikwijls veel groter dan in het Vlaams parlement. In het Vlaams parlement, kijk, ik weet niet goed hoe ik dat moet uitdrukken. Ik denk dat iedereen toch altijd meer... Er zijn wel meningsverschillen, maar die zijn nooit zo fundamenteel als in de Kamer. In de Kamer konden er echt fundamentele ideologische meningsverschillen meespelen. En dat maakt het wel moeilijker, maakt het ook uitdagender om daar dan iets te kunnen realiseren. Ik denk ook het Vlaams parlement is een legislatuurparlement. De regering kan niet vallen. Maakt dat het toch ook, denk ik, een beetje een andere politieke cultuur is als in de Kamer, waar zeker in de periode dat ik er zat, in 2007 tot 2010, bij manier van spreken, alle weken de regering kon vallen. En dat was ook echt wel een tastbare spanning. Het kon altijd gedaan zijn en het is dan ook op een mooie dag, is het dan ook gedaan geweest toen de liberalen uit de regering gestapt zijn. Dus we zullen zien, maar ik denk dat het toch een beetje anders is hier dan aan de overkant. Waar kijkt u het meest naar uit en waar ziet u het hardst tegenop? Waar ik naar uitkijk is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik in de Kamer graag deed. Dat is dingen kunnen realiseren, zoeken naar partners om dingen effectief te kunnen veranderen, om eigen initiatieven te kunnen verwezenlijken. Waar ik een klein beetje tegenop kijk is dat ik ondertussen ook weet dat een parlement zit eigenlijk heel weinig ondersteuning krijgt in die zin. Je hebt één medewerker. Want dat is eigenlijk heel weinig om ministers te controleren die ieder een heel eigen kabinet hebben. Ieder een heel eigen administratie hebben. Dus ik weet uit ervaring dat als je als parlement zit iets wilt betekenen, dat dat echt heel hard werken is. En dat je daar eigenlijk, vind ik, dikwijls weinig ondersteuning voor krijgt. Uiteindelijk moet een parlement een regering controleren. En ik vind dat ze daar eigenlijk alle ondersteuning en middelen toe zou moeten krijgen. En dat vind ik soms, dat weet ik van de vorige keer, dat is eigenlijk echt heel hard werken om dikwijls heel weinig te kunnen veranderen of op een niet zichtbare manier. Bijvoorbeeld werken in commissievergaderingen. Dat zijn eigenlijk dingen die de buitenwereld niet ziet. Hè? Want voor de buitenwereld is het tijdens de plenaire vergadering een hoop parlementsleden die gewoon zitten te zitten. Maar dat is eigenlijk niet het parlementaire werk. Dat gebeurt buiten de plenaire vergadering. Ik vind dat als je echt cynisch wordt in politiek, dan hoop ik dat ik ga stoppen. Ik vind dat moet toch altijd, blijft toch altijd wel een hele eer om zo van heel kortbij op die nationale politiek te kunnen kijken. Ik vind dat echt een fantastische ervaring. Het kan ook een ervaring zijn van korte duur in die zin. Dat vroeger waren mensen verkozen voor hun leven in het parlement, bij manier van spreken. Terwijl nu heb ik ook aan de lijve meegemaakt dat het heel snel kan gedaan zijn. Dus de bedoeling is om daar toch echt heel hard voor te werken om een klein beetje het verschil te kunnen maken. Dat is niet gemakkelijk, maar ik hoop dat ik toch een klein verschil ga kunnen maken. Politiek kan soms een harde stiel zijn, met kritiek en persoonlijke aanvallen. Bent u daar als persoon voldoende tegen opgewassen? Op dat vlak daar heb ik helemaal geen schrik van. Het went wel nooit, natuurlijk. Hè. Het blijft altijd soms wel even schrikken. wat dat mensen uit de kast halen. Maar nee, helemaal niet. Nee. Dat hoort er wel bij. Op welke dossiers wil u zich toeleggen en waarom? Ik wil graag wonen doen en energiebeleid. En dan meer het sociale aspect van energiebeleid. Wonen vind ik een heel belangrijke materie. Is nu ook een volledig Vlaamse bevoegdheid. Er zijn heel veel dingen nog overgekomen van het federaal. Het is ook iets waar iedereen mee te maken heeft. Hè. Bijvoorbeeld de woonbonus. Zijn toch alle mensen min of meer bij betrokken, de kwaliteit van huurwoningen, het aanbod op de huurmarkt, zowel voor gezinnen als voor alleenstaanden. Kwaliteit van woningen in de steden, platteland, zijn toch eigenlijk dingen waar iedereen mee te maken heeft. Dus ik vind het wel heel boeiend om daarmee
bezig te mogen zijn. Ik vind dat je moet materies kiezen waar dat je kunt een verschil in maken. En ik denk dat ik dat in wonen een klein beetje ga kunnen doen. Het is eigenlijk meer een, ja, hoe moet ik zeggen, strategische keuze, omdat het een bevoegdheid is, denk ik, waar ruimte is om nog dingen te kunnen veranderen. Ik heb energie gedaan in de Kamer. Er zijn nog heel veel federale bevoegdheden vlak van energie, maar er zijn er nu ook Vlaamse en steeds meer en meer Vlaamse. Vanaf dit jaar. Dus dat is zo een beetje een oude liefde die ik nog wil onderhouden. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Dat is nog een beetje afwachten. Ik zeg het, dat woonbeleid is heel divers. Ik begin me daar nu al wel een beeld van te vormen. We gaan nu eerst kijken, de coalitiebesprekingen zijn nog bezig. Daar probeer ik al mee over te denken. En ik denk, één keer dat het regeerakkoord duidelijk is, is het kwestie van dat uit te voeren. De regering moet dat natuurlijk uitvoeren. En is het een kwestie als parlement zit om daar een beetje mee de lijn te bewaken of te kijken of er voldoende rekening is gehouden met verschillende problemen die gebleken zijn uit gesprekken met actoren of zo. Want dat is ook een belangrijk stuk van het werk om in het werkveld eens rond te kijken en op te sporen wat de problemen zijn. Ja. Maar om nu al te zeggen, ik ga dat of dat decreet indienen, dat is een beetje goed. Hoeveel tijd denkt u te spenderen aan uw job als Vlaams parlementslid? Veel te veel. In de zin, dat heb ik ook in de Kamer gezien, dat eigenlijk echt een aanslag is op uw persoonlijk leven. Als je dat goed wilt doen, is dat eigenlijk echt iets wat dat heel veel tijd en energie kost. Dus daar zullen heel veel, niet alleen dagen, maar ook heel veel avonden en weekends aan opgaan. Maar ja, ik vind... Ik zeg het nog eens, het is zo een unieke kans. Misschien krijg ik die kans maar één keer. Dus ik ben echt wel van plan om daar voor te gaan. Ik ben in lokale politiek ben ik eigenlijk echt een ancien, want ik ben aan mijn derde legislatuur, waarvan de tweede legislatuur nu eerste schepen. Dus in de lokale politiek moet je mij niet veel trucken meer leren. Dus ik, hoe moet ik zeggen, ik kan me daarop organiseren ook om de beide te combineren, maar het is niet gemakkelijk inderdaad. Het is, vraagt echt wel heel veel werk. Maar ik vind dat het ook een voordeel heeft in de zin dat u toch wel uit die letterlijk glazen stolp haalt. Want een parlement, dat heb ik ook heel duidelijk gemerkt toen ik niet verkozen was. Een parlement is eigenlijk echt een wereld onder een stolp. En als je niet oppast, dan blijf je daaronder zitten. Dus ik vind de combinatie met een lokaal mandaat wel goed, omdat u dat effectief alle dagen geconfronteerd met de vragen van mensen en ik vind dat echt wel heel goed om alert te blijven. Dus in die zin, het is veel werk, maar ik denk dat het ook een heel nuttige combinatie is. Het is ook een verrijking voor uw lokaal mandaat, omdat je, en dan heb ik het niet over 10 vragen stellen over de lokale gewestwegen, maar echt over het verruimt toch uw horizon als je hier over die thema's kunt dingen opsteken en meepraten. Dat is ook wel echt... Het is ook wel goed voor de kwaliteit van het lokale bestuur, denk ik dan. En goed voor de regio ook. Dat er vertegenwoordigers zijn die die belangen behartigen en die informatie mee terugnemen naar hun thuisbasis. Waarop mag de kiezer u afrekenen? Waar ik op wil afgerekend worden, is dat ik een goed parlementslid ben geweest met veel dossierkennis. Die de minister het af en toe toch moeilijk heeft gemaakt of die een stem had die gehoord was. Ik denk dat dat als parlementslid de opdracht is om het de regering niet moeilijk te maken, maar toch wel het een beetje een vuur aan de schenen te leggen. Dus daar wil ik graag op afgeven. Wanneer zal uw periode als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Ach, ik ben eigenlijk niet gemakkelijk tevreden van mezelf. Dus in de Kamer heb ik 2 wetvoorstellen echt die mijn naam ook droegen goedgekeurd. Ik weet het niet, we zullen zien. Maar ik mag de lat voor mezelf wel hoog leggen, maar hoe hoog, dat moet ik nog even bekijken.